In een serie afleveringen volgen we William Willekes en zijn medebeklimmers op weg naar de grootste uitdaging van hun leven. De beklimming van de Elbrus, de hoogste berg van Europa van ruim 5000 meter hoog. De beklimming van de Elbrus is niet de enige uitdaging die de heren aangaan. Ook het inzamelen van zoveel mogelijk geld voor de Stichting Hartenkind is aan deze expeditie gekoppeld. Het doel is om 25.000 euro binnen te halen, waarvan al ruim 20.000 euro is gerealiseerd. Onlangs was er in Tiel een bijeenkomst voor genodigden en belangstellenden om uitleg te geven over deze bijzondere sportieve reis en het daaraan gekoppelde goede doel, de Stichting Hartenkind. De man waar het om draait, William. Ja, ik heb nou al regelmatig met je gesproken, hè? En je bent gewoon stapelgek. Nou, dat valt mee. Ja. Gewoon eventjes, want zo zei het, ja, ik ga een berg oplopen. En dacht ik, ja goed, dat doen we wel vaker. Totdat ik zag in beelden van welke berg het is. En het is niet zomaar eventjes, we gaan dat doen. Nee, denk ik ook niet dat we het zomaar gaan doen. Maar ja, het verhaal heb ik al natuurlijk een klein beetje verteld, de Grand Paradiso zo gedaan. Ja, ging op zich lekker. Daarna wisten we natuurlijk ook dat we wat meer moesten gaan trainen, omdat we dan naar 5600 meter gaan. Ja, we hebben er hard voor gewerkt, dus ik hoop dat ik het ga halen. Van waar nou die drive om dit te gaan doen? De drive is, zeg maar wat Dina ook zei, van op oud en nieuw zeg je een keer wat gekscherends, maar toen op een gegeven moment... Ja, maar dat doe ik ook wel eens, maar niet zoiets. Nee, maar ja, uiteindelijk toen we bij elkaar zaten, zeg maar, en van ja, we gaan iets zoeken, zeg maar, toen uiteindelijk Stichting Hartenkind naar voren gekomen. Ja, en dan gaat dat leven en dan, dan ga je er ook voor, zeg maar, dus uiteindelijk... Denk ik wel, we straks bij elkaar halen. Ja, dat is nog wat met je. Papa en mama van een zoon van 13, maar 13 jaar geleden zag het er heel anders uit, hè? Ja, hij was geboren en eigenlijk binnen 24 uur kreeg ik te horen dat hij een ernstige hartafwijking had. En toen moest ik eigenlijk kiezen van, willen we hem laten leven? Gaan we opereren of laten we de natuur zijn gang gaan? En dan hebben jullie geen zoon meer. Was dat moeilijk om die keuze te maken? Nee, we gingen er gewoon voor. Dus het voelde goed. We hadden zoiets van, het gaat goed komen en inderdaad. En dan komt er een enorm traject aan, Bas. Ja. Wat gebeurde er? Heb je even of niet? Ja, nee. Nee, een heel pittig traject. Er wordt ook wel eens aan mij gevraagd, van, als je nou een oude advies zou moeten geven, ga ik niet doen. Ouders in zo'nzelfde positie, ja, bedoel je? Ja, inderdaad. Ik ben blij dat hij bij ons geboren is. Hij is bij ons in een goed nest terechtgekomen. En we doen alles in iedereen geweten en hopen gewoon dat hij een prettig leven heeft. Maar hij heeft operaties gehad. Ja. Weken in het ziekenhuis gelegen. En als ouders, kijk je toe? Ja, je doet het samen. Dus je bent gewoon samen in het ziekenhuis. De eerste operatie was pas een week oud. En die overkomt je. En dat is gewoon heel heftig. Hij lag bijvoorbeeld na een operatie van 8 uur 's avonds tot 7 uur. Of 8 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds was de operatie. En zo lang? Ja, maar dat was niet zo lang de operatie. Dus toen lag hij 3 weken lang nog met een open borstkastje op de IC. Nou, elke dag geen verbetering, maar wel stabiel. Dus ja, dat is gewoon slopend. Dus uiteindelijk wordt het wel gesloten, mag hij van de IC af, moet hij leren eten, want hij had zondevoeding en ja, dat lukte helemaal niet, dus hij is met zondevoeding en al mee naar huis toegekomen. En nu is hij 13, ja. al die vreselijke operaties achter de rug. Heeft hij nou verder schade opgelopen door alles wat hem overkomen is? Bas? Ja, eigenlijk is dat altijd... eigenlijk altijd wel geweest. Daar hebben we nooit de vinger op kunnen leggen. Een paar keer een opmerking gemaakt tegen de cardioloog. Dat is meer dan alleen maar de hartafwijking. Naar de cardiologie, die kijkt gewoon puur mono. Toen heb ik een opmerking gemaakt van ga eens keer multi kijken. Er zijn alle disciplines erbij. Dat is eigenlijk nog steeds niet. Het begint nu wel beetje bij beetje te komen. Onder andere door Hartenkind wordt er hard aan gewerkt. Nou, wat je nu uiteindelijk ziet, ook heel veel neurologische problemen die nou steeds duidelijker worden. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met iemand die een TIA heeft gehad, die daarna heel veel dingen vergeet. Op het moment dat hij zijn opa heeft gebeld, een uur later heeft hij ook mijn opa nog even bellen. Korte termijn geheugen. Ja, absoluut. En je hebt je korte termijn geheugen, lange termijn geheugen en je werkgeheugen. Dat werkt gewoon alle drie niet bij hem samen.
dat doet pijn. Dat raakt je gewoon. Ook met eten ook. Heeft gegeten een half uur later, hoe laat gaan we eten? Ja, dan denk je ook van, joh, ligt het nou aan mij, ligt het nou aan hem? Maar dat vergeet hij gewoon. Ja, en dat valt hem ook natuurlijk niet te verwijten. Nee. Nou ja, dat is ook het lastige. Als ouder wil je graag heel anders. En dan denk je ook van, joh, je hebt toch net, je weet het, dat je je buik volop zit. Ja, op de een of andere manier toch niet. En wat betekent die Stichting Hartekind voor jullie? Voor ons is het eigenlijk een beetje te laat, omdat ze vooral onderzoek doen, ook preventief. En wij, ja, toen die heeft die problemen al. Dus het is echt voor de nieuwe kindjes die geboren worden heel erg belangrijk dat er een preventief meer onderzoek wordt gedaan. Als dat nou eerder geconstateerd had kunnen worden, had het dan anders kunnen lopen of vraag ik nou iets heel lastigs? Dat weet ik niet, want ik weet niet hoe de onderzoeken lopen. Maar het is natuurlijk wel beter dan dat je het niet weet en dat er niks gedaan wordt. Dus ik hoop dat ze heel veel goed werk gaan doen en dat voor de andere kinderen dat het beter kan gaan aflopen. Ja. Nou, ik vind het wel heel mooi dat jullie zoon dit allemaal wel doorstaan heeft en dat hij er is. Is het een gelukkig kereltje? Ja. Heel erg, ja. Een puber, hè? Ja, maar een gezellige puber. Een hele blije puber met een hele grote bucketlist. Fantastisch. Nou, ik wens jullie wel een hele mooie, goede toekomst toe. Alle drie. Hebben jullie verder nog andere kinderen? Nou, jullie drie een prachtige, prachtig mooie leven. Dankjewel voor jullie verhaal. Stichting Hartekind. Totdat ik met William in contact kwam en dat we spraken over dat programma, had ik er nog nooit van gehoord. Hoe is Stichting Hartekind ontstaan? Nou, in 2008 is het opgericht. Eigenlijk juist om de redenen die net aan bod komen. Dat het een enorme grote groep is in Nederland van 25.000 kinderen die we hopelijk een beetje betere toekomst kunnen geven door veel wetenschappelijk onderzoek. En dat is uiteindelijk in 2008 de reden geweest om ermee te starten. Dat gaat goed. En het is een soort van sneeuwbal die rolt en die steeds groter wordt. Ja, en daarom zijn we denk ik ook enorm dankbaar voor dit soort initiatieven zoals William en zijn team doen. En is het te gek om te zien dat al deze mensen hier naartoe komen om met name William een hart onder de riem te steken. Maar zeker ook om een bijdrage te leveren aan die 25.000 kinderen in Nederland. Ja. Ik ben heel benieuwd eigenlijk naar jouw persoonlijk verhaal. Waarom Stichting Hartekind? Mijn dochtertje heeft ook een aangeboren hartafwijking. Die is 3. Ik ben enorm dankbaar voor het feit dat ze nog leeft. Want zonder de medische wetenschap was dat niet zo geweest. Dus dit is voor mij een manier om iets terug te doen voor die andere kinderen. Waarvan ik hoop dat die ook hopelijk een hele mooie toekomst kunnen hebben. De trainer van Ajax onder 17 en verbonden aan TEC, Gerry Vink, gaf ook acte de présence tijdens de avond om de actie te komen ondersteunen. Hij liet inspirerende woorden horen. Het blijkt dus dat 1500 kinderen per jaar geboren worden met een hartafwijking. Ik heb gelukkig een zoon die kerngezond is. Maar als je dat dan kijkt, dat zoveel kinderen daarmee eigenlijk geconfronteerd worden. En met name ook de ouders die dit overkomt. Ja, dan is dit een en-en verhaal. En toen riep hij me dat van Gerry, wat kun jij daarmee doen? Je hebt zelf ook een droom. Ja, ik heb een enorme droom met TEC, TEC. Daar zijn we op de goede weg. We zijn daar, en onze droom was 7 jaar geleden om in ieder geval de beste uit de regio te worden en spraakmaker te worden in Nederland. We zijn er middenwels elke week op tv. Nou, toen hoorde ik het verhaal van William. Ja, dan pak je me. Die heeft ook een droom. En ik ben gek op mensen die dromen nastreven. Dus vandaar dat ik hier ook heel blij naartoe ben gekomen. En ook heel blij dat er zoveel mensen hier een warm hart toedragen met dit initiatief. Sebastian van der Sman is hier trouwens ook nog. Is de aanvoerder van TSC en tevens een van de betere keepers in die tweede divisie. En dit verhaal heeft ook geïnspireerd om ervoor te zorgen dat er geld binnenkomt vanuit het eerste van TSC. Daarin wordt ook dan vormgegeven aan de uitleg. TSC is meer dan voetbal alleen. Bedankt dat jullie namens de spelersgroep 200 euro hebben gestort. Ook daarvoor een applaus. Veilingmeester Kees Kruidwagen was aanwezig om op een luchtige manier zijn steentje bij te dragen voor de actie. 85 euro, geboden aan deze kant. 85 euro. En in het roze gaat dat toch omhoog? 95, 95. Zullen we er 100 van maken? 100 geboden aan die kant. 100 geboden aan die kant. Dat kan beter. En ik zie maar 2 handjes. Dus ik neem aan dat als ik nu zeg 1 maal, 2 maal, 3 maal geen handjes meer, dan is hij verkocht voor 100 euro. Geweldig.
Dan loopt er iemand naar die meneer toe met die roze trui en die noteert zijn naam en adres en dan wordt het even afgerekend zo meteen. Ja, helemaal gelijk tikken, daar zijn we van. Initiatiefnemers van de expeditie, betrokkenen en belangstellenden konden terugkijken op een geslaagde avond. Hoe de expeditie uiteindelijk is verlopen ziet u in de volgende aflevering van Kanjers naar de Top. Dank jullie wel vanavond en ik heb ook genoten van de veiligmeester. Dank jullie wel.